Je kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Over Noord-Nederland liggen de zwaarste buien, maar ook over het midden van het land trekt een bui. Dat zien we aan de witte plukken op de satellietfoto. Dat zijn de dikste wolken en die wolken trekken langzaam van west naar oost over het land. Vanochtend, dus, de meeste buien in het noorden, tussendoor wat zonneschijn en een temperatuur van 15 graden komt vanmiddag nog iets bij. In het noordwesten en noorden wordt het zo'n 18 graden in het zuidoosten kan het 20 graden worden. Maar er ontstaan ook weer nieuwe buien met kans op onweer en lokaal kan flink wat regenwater vallen. Matige wind uit een westelijke richting ook vanavond en ook vanavond vallen er nog buien, hoewel het langzaam wat droger begint te worden en in de nacht is het dan op de meeste plaatsen wel droog. Misschien langs de kust nog een enkel buitje. Zo beginnen we ook de woensdag met zon en droog weer in het binnenland in de loop van de dag een bui in de ochtend mogelijk al in de kustgebieden. Maar de buien zijn minder zwaar dan vandaag en ook minder talrijk. Het wordt 19 tot 22 graden. Donderdag keert de buigheid dan weer terug en ook vrijdag en zaterdag is het allerminst helemaal droog, hoewel vrijdag een groot deel van de dag het wel eens mee kan vallen met wat vaker de zon. In deze periode is het overdag 20 tot 22 graden. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.